Het is juist iets wat jongeren aanspreekt, maar je zou de vraag kunnen stellen van hoe komt het nou dat dat salafisme relatief populair is? Hè? Want je moet er wel bij stilstaan dat 3 tot 5% van de moslims salafistisch geneigd is. Dus het is niet zo groot als vaak wordt gezegd. Maar ja goed, 3 tot 5% van meer dan 1 miljard mensen is toch een heleboel. En dat het vooral jongeren zijn die salafisme aanhangt, heeft te maken met het feit dat heel veel van die jongeren een relatief goede opleiding hebben gehad. Tegenwoordig wordt ook gezegd, salafisme is een beweging van de nearly haves. Vroeger werd er altijd gedacht onder sociologen dat fundamentalisme, waar salafisme heel nauw aan verwant is, dat fundamentalisme een beweging was van de have-nots. Maar nu is men tot het inzicht gekomen dat het vooral om de nearly haves gaat. Mensen hebben een goede opleiding gekregen, zien dat het overal in de islamitische wereld corrupt is, dat je alleen via nepotisme mogelijkheden hebt om op de arbeidsmarkt te komen. En zij organiseren zich dan via salafisme. En het sterke natuurlijk van die salafisten is, het zijn jonge mensen die weten hoe je met moderne media moet omgaan, die weten hoe je met de sociale media moet omgaan, die ook zich niets gelegen laten liggen aan autoriteiten, waar vroeger de islam op was gebaseerd, op autoriteiten. Die zeggen van, nou ja, goed, wij bedenken het zelf wel en wij verspreiden ons gedachtegoed van internet. Als we iets willen weten, vragen we via internet wel advies. En op die manier proberen wij ons gedachtegoed te verspreiden. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is een protestbeweging enerzijds van jongeren die niet aan de bak komen. Aan de andere kant moet je er ook rekening mee houden dat heel sterk binnen het salafisme meespeelt het idee, we hebben eigenlijk nooit geprobeerd of je via de islam een goed politiek stelsel kunt vestigen. En het idee van ja, we hebben eigenlijk altijd onder dat westerse juk geleden, dat ons niet in onze waarde laat, dat ons niet respecteert, dat eigenlijk ons alleen maar interessant vindt zolang wij olie leveren. Maar wat er verder in de islamitische wereld gebeurt, is voor hen absoluut niet belangrijk, zolang men maar aan de grondstoffen kan komen. Dus het is in feite vooral een beweging van jongeren. En ja, het zijn ook jongeren natuurlijk die vrij makkelijk op avontuur gaan. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Nederlandse salafisten. Ook in Nederland zie je dat we hebben eigenlijk 5 salafistische gemeenschappen. Dat een aantal van die gemeenschappen heel jihadistisch zijn. Dat zijn dan vooral de jongeren. Terwijl de ouderen, als die bij het salafisme zitten, vaak quietistisch zijn. Of zeggen, laten we proberen via de politiek.